Ja, hallo jongens. Leuk dat jullie weer kijken naar onze nieuwe video. Ja. Ja, we gaan weer shoppen. Uh-huh. En we gaan vandaag naar Bristol. Ja, Bristol. Ja. Ja, jij kwam er laatst mee. Je zegt, het is hartstikke leuk. Ja, nou, ik had op Instagram heel veel gezien. Echt leuke dingen. Al, ja, eigenlijk de hele winter af en toe wel eens iets leuks. Dus ik dacht van, nou, dan moeten we echt eens een keertje gaan kijken. Ja, en toen bleek dus dat in Groningen zit echt een hele grote Bristol. Ja. Ik was hem alweer een beetje vergeten, want hij zit niet echt in het centrum. Even een stukje ervan af. Het is gewoon eigenlijk bijna een supermarkt zo groot. Ja. Ja, hij zit ook echt een beetje in zo'n hoek waar ik echt nooit kom. Nee. Dus, we gaan daar maar eens even kijken. Ja. En we nemen jullie mee. Zijn we dan, hè? Ja, ver van de stad af. Ja, een hele inspirerende omgeving. Nee, maar het is wel een hele mooie grote winkel. Mm-hmm. We gaan kijken. Het ziet er echt zoveelbelovend uit. Kijk, wat een leuk jasje. Maar is dat niet een kinderjasje? Ja, het is een kinderjasje. Ja, leuk. Wel leuk. Heel erg leuk. Ja. Wel een mooi tussenjasje ook, zeg maar. Die, ja, ik zie mijn dochter... Mijn dochter staat wel dragen, hoor. Dat is een Annemarie zegt. Ja, nou. Maar jij hebt dit al. Ja, zoiets wel. En ik weet ook niet eens hoe... Ja, voor mijn gevoel heb ik het, maar... Ja, maar dit is echt helemaal you, hè? Ja. Oh ja, het staat er ook op. Oh nee, Wii staat er. Je 70's. Dat vind ik ook leuk. Geel. Ja. Dat is heel zomers, hè? Heel zomers. En dan bij een witte broek. Mm. Ja, heel leuk, hoor. Heel leuk, maar ik vind deze ook leuk. Een beetje zo'n flower power hippie. Die wil ik even proberen. Oh, dat is leuk. Ja, die vind ik ook leuk. Oh, die moeten we even passen. Ja, deze is echt. Ja, hebben ze die ook in het zwart? Kijk, je kan er ook een, als je het erbij doet, is een pak. Oh ja. Dat kan ook wel leuk zijn, hoor. Ja, dat vind ik wel leuk om even te proberen. En die procenthoek, hè? Heb je daar al wat gezien? Ja, ik wil toch even... Oh, hier. Stipjes. Pelikaan, wat is dit? Ja, het is niet helemaal mijn kleur. Nou, maar het zijn niet eens wintershirtjes of zo. Het zijn gewoon dunne... Echt nog heel veel keuze. Kijk, dit is ook leuk. Hmm. Heel hot, hè? Jee! Ja, dan ga ik even passen, hoor. Ja, €35 is die. Dat is wel heel leuk zo voor het voorjaar. En dan met een sneaker eronder. Ja, ik heb ze online wel eens gezien. Maar dan kan je het niet proberen. Je moet het gewoon even zien. Ja, ik vind het wel leuk om even te proberen. Ja, die gaat ook mee. Het is wel helemaal ons rekje hier, hoor. Dit is helemaal onze corner. Kijk, het goud randje nog. Ja, leuk, hoor. En kijk, hier heb ik dus mijn jasje vandaan, hè. Oh, was het kijk, hier? Wat van hier? Oh, ja. En wat kost die? Die is €34,95. Ja. Ja. Dus, het beroemde lakjasje van Elma. Heel veel leuke kinderkleding, hè. Deze vinden we leuk. Ja, heel leuk. Ja, alleen ik vind het altijd een beetje spannend. Moeten we wel even de prijzen zeggen? Ja. Oh, ja. €7,99. Die is heel cute. Die is ook wel... En deze had ik ook nog. Ja, en we zagen nog. Ja. Oh, hier ben ik ook echt helemaal weg van. Deze ziet er wel chic uit, ja, hè? Ja, die is leuk. Deze is echt heel erg leuk. Deze ziet er niet goedkoop uit. Nee, ga je die nemen? Ja, voor Roos misschien, ja, hè? Ja, is leuk, hoor. Ja. Tientje. Ja, ja ik vind hem leuk. Deze wel, ik vind deze hem heel erg leuk. Deze is ook minder besmettelijk dan. En deze dan? No drama, lama. Voor jullie. Ja, ook grappig. Die is leuk, hè? Oh. En ook wel leuke broekjes. Ja, ik vind deze... Oh, deze is ook leuk. Ja, leuk setje, hè? Ja. Dit vind ik dus heel schattig. Ja, is het ook? Een meisje. Deze. Oh ja, maar laat eens kijken dan. Wacht even. Het is zo'n pakje. Zo'n pakje. Maar het is wel leuk, want de citroentjes zijn erop geborduurd. Dus het is wel mooi afgewerkt. Leuk rokje. Ja. En... Ja. Als je nou een dochter had, hè? Dan nam je dit nu mee. Ik vind dit ook leuk voor die grote meiden trouwens. Lemonade. Even een hot tip, €5. Ja, heel grappig. Die is leuk, hè? Ja. En deze is ook leuk. Deze is ook leuk. Ja, die vind ik ook mooi. Echt, ik krijg toch echt helemaal zomergevoel van. Ja, ik wil ook alleen maar dit soort dingen kopen. Ik wil niet meer terug naar de truien. Nee. Moeders met smalle kinderen. Ik heb een tijdje hier broeken gehaald voor Livia. Ah. Kijk, die zijn heel smal en heel basic. Super skinny. Ja, super skinny. Dus dat, daar hebben ze echt heel veel soorten van. Dus voor skinny kinderen,
Ja, die is ook heel smal, hè? Ja. Ja, dat vind ik echt wel een handige tip. Deze vind ik heel erg leuk. Oh. Kijk, een beetje zo slangen. Oh, die is wat minder puntig en wat steviger hak. Ja, een beetje cowboyhoed achter. Ja, die is iets stoerder. Die vind ik ook leuker. Ja, deze zijn leuk. En deze is ook leuk. Echt een mooi basic. Ja, die is heel leuk. Dus, dit is ook wel wat ik leuk zou vinden. Ja. 45 euro. 45 euro. En? Oeh, wacht. Ik word even afgeleid. Oh nee, dit mag niet meer, hè? Oh, nou, hè? Nee, kijk, deze zijn wel leuk. Deze heb ik ook. Ja? Dat zijn van die dad sneakers, hè, met zo'n dikke zool. Oh, en waarom heet dat dad? Omdat het een mannenschoen is? Ja, omdat ze lijken zo op die sneakers waren ook in de jaren 90, hè. Echt waar? Het is een beetje de 90s vibe. De 90s vibe. En dus het is heel leuk om die bijvoorbeeld onder die jurk te dragen. Oh, ja. Kijk, deze zijn ook leuk. Dit is weer zo'n sokboot. Oh ja. Het sluit dan mooi zeg maar om je benen. En deze wordt wel stevig gehakt. Dus dat is op zich wel leuk. Nou, die is ook alweer een beetje voor het voorjaar. Weet je, zeg maar, als je zo'n kortere broek hebt, is dat wel heel mooi. Ja, dan compenseert dat weer. Dus, leuk. Tip voor de jongens. Yeah. Kijk nou. Dieren. Dat je alleen wel kunnen veteren. Dat kunnen mijn kinderen niet. Ah, je hebt ze te veel verwend. Ja, altijd klittenband. Echt handig. Oh ja, maar het is wel... Het was gewoon ook heel hot de afgelopen jaren. Ja, nu moet je daarvoor boeten. En nu kunnen ze niet veteren. Ah, maar het zijn wel leuke schoenen. Ja, ze zijn wel heel... En hey, oh, kijk nou, met krabben erop. Kreefjes, wat leuk. Dit zou Max ook wel mooi vinden. Oh, maar ik vind het echt leuk. Ja. Want het is allemaal een beetje basic. Gewoon niet schreeuwerig of zo. Ja, dit zou ik gekocht kunnen hebben voor Tommy. En het is helemaal mijn straatje, dit. Hartstikke hot. De sportafdeling, die is echt mega groot. Mm-hmm. Ja, en ik doe natuurlijk aan hardlopen. Dus ik ben even aan het kijken voor wat nieuwe shirtjes. Oké, met lange mouwen. De mouwen is wel lekker, als het wat kouder is. Ja. Dat is in de aanbieding trouwens. Maar ze hebben ook een heel leuke nieuwe collectie. Kijk, Adidas. Kijk, New Balance. Ja. Dus het is altijd even afwachten natuurlijk, zeg maar, hoe zo'n broek, dat ziet afzakken of zo. Maar deze mm-hmm. is wel leuk. Oké. Okay. En echt zo. Oh ja, ze zijn ook echt wel merken, hè? Is er niet echt. Hier, een kort broekje. Is dat niet wat voor jou? Is wel hot. Ja. Je loopt natuurlijk altijd mega hot in een te kort broekje te sporten. Ik word nu altijd al gespot. Ja. Kijk, oeh, ja, altijd goed. Mij wel lopen in het badzoen, hè? Ja, maar dit is veilig. Is leuk, hè? Ja, die vind ik ook leuk. Vind je deze leuk? Wacht. Kijk, het is wel een kindermaat. Oh ja, nee, maar die ziet er ook echt te klein uit. Het is wel klein, hè? Ja. Oh, ik vind het wel heel toepasselijk. Wel leuk, ja. Nou, ja, leuke tip. Kinderen. Nou, voor als die kinderen meedoen aan die runs, hè, die heb je natuurlijk straks allemaal weer. Dat is wel leuk. Oh, deze is ook leuk. Heel veel. Een beetje zo overlopen. Oh, ja, die vind ik ook mooi. Oh, de kindershirtjes zijn eigenlijk leuker. 50% korting. Oh, ja, die is leuk. Die vind je leuk, hè? Ja, die is leuk. Ja, die voor de foto. Leuk. Dan kan je bij zo'n popcornkraam gaan staan of zo. Ja, dat is echt leuk. Oh, alleen past niet. Dat is voor kinderen. Echt? Voor Siem? Oh, nee, je past hem wel. Oh, ja. Ah, superleuk. Hij is heel erg hot. Ja, leuk hoor. Ja, nice. Echt een leuke zomertip. Leuke haarbanden weer. Oh. Dat is altijd wel weer leuk voor de zomer, hè? Ja, heel leuk. Ik zie sowieso allemaal van die leuke sleutelhangers ook. Dat is echt wat voor mij, want ik raak de sleutels altijd kwijt. Oh, kijk nou toch. 4 euro. Oeh, dit is wel wat voor de cadeaula, dit. Oeh, die zijn echt leuk. Heb je een leuke riem gespot? Kijk. Ja, eigenlijk heb jij natuurlijk gezegd van riemen koop je nooit nieuw, maar altijd in de kringloop. Zeker. Maar het is dan toch wel weer zo dat als je even een hippe riem wilt hebben, die gewoon echt natuurlijk... Al je outfits gaat upgraden. Ja, dit upgrade het wel, hè, als je zo kijkt. Precies. Het maakt wel echt zo'n broek even wat minder gewoon. En dit ligt bij de kringloop, koop ik altijd van die gewone... Van die dunne riempjes. Ja, maar deze is ook niet duur, toch? Hij is 8 euro. Nou, precies. Ja, ik ben lekker voor gaan. Leuk hoor. Heb je nog een tip? Ja, voor het festivalseizoen. Tasje om. Oh, met die pet er ook bij. Echt. Ja, over de top gewoon. Voor. Glitters hier en dan ook nog weer daar. Nee. Ja. Voor de noorderzon. Leuk hoor. Ja. Nou, heel opvallend, maar leuk. Vind je hem hot? Ik kijk door de camera. Ja, ik vind hem heel mooi. Ja. Ja, misschien had ik het bovenkantje er ook even bij aan moeten trekken. Wat had je? Oh, dat hij helemaal is. Ja. Ja. Wel leuk hoor. Ik vind hem ook heel erg leuk. Dat denk ik zo nog even doen. Hij is super chic ook gewoon, hè? Ja.
Ja, en zomers. Maar ik heb wel een beetje mijn twijfels over of deze stof... Ik had vaker een keer zo'n pak daarvan. Ja. En dan kreeg je heel snel van die pluisjes en zo. Mm-hmm. Maar goed. Ja. Wel leuk. Hé, hey, dit had ik niet verwacht. Nee, echt niet, hè? Nee. Ik ben weer verbaasd. Nou, het lijkt nu meer een, zo'n broekpak. Ja, zo'n pak gewoon helemaal. Ja. Maar het is ook echt, zit super lekker de broek. En ik vind hem eigenlijk wel heel mooi zit. Ja, hij zit goed hoor. Ja. Alles klopt en de lengte is goed. Ja. Ja. Is heel fijn. Heel erg leuk. Dus ja. Misschien ga ik er wel voor. Dus even die shirtje aan met deze. Ja. Ik vind die mouwtjes heel erg leuk. Ja. Speciale details erop zijn leuk, hè? En daar. Mm-hmm. Kijk, in de riem, maar die is een beetje te klein, maar... Oh, echt? Ja. Oh, hij kan niet... Nee, ik moet gewoon even 5,90. Even zo andere maat hebben. Jawel, dat kan. Maar het is leuk zo erbij. Maar het is wel leuk, hè? Ja, zeker. Een upgrade, zo'n riem. Absoluut. Ik heb een andere riem nu, maat 5,90. Ah, ja. Nu zit hij goed. Het haalt wel alles op, hè? Zeker. Kijk, dit is wel heel simpel, maar ja, ik hou hier toch van. Gewoon even een lekker casual basic shirtje. Ja, en dan met maar wel even een verrassende kleur. Ja, een keer wat anders. Groen. Ja. Ja, dus ik denk dat ik hiervoor ga. Waar is hij dan? Waar is hij dan? Oh ja. Ja, nou eigenlijk is het niet echt voor mij een lange jurk, maar ik vond dit wel leuk om even te proberen. Ja, zekers. Maar... Je hebt er nu een riem weer bij omgedaan, ja. Hè? Dat doe je dan toch wel altijd. Ja. Om het even een beetje wat... En dan zie je in één keer gimpen eronder. Dat verwacht je dan weer niet. Ja, dat vind ik dan juist leuk, zeg maar. Ja. Dat maakt dat ik het nu op zich wel leuker vind. Zo mm-hmm. Ja, dit is toch een beetje... Het is echt helemaal buiten mijn comfortzone. Maar ja. Ja, hoe vind je het? Ja, wel leuk. Ja. Ja. Ja, ik hou niet zo van lange jurken. Je houdt wel van lange jurken. Ja, maar nee, tot de grond. Oh, echt tot de grond. Tot de grond, ja. Ja, nee. Nou, ik weet niet. Het heeft toch een beetje iets tuttigs, hè? Ja, jawel. Maar toch vind ik hem dan ook weer te lang. Nee, dan zou ik hem toch liever zien met een hele hoge hak erbij. Mm, dan vind ik hem toch wel meer hot, hoor. Gewoon, die sneaker vind ik wel leuk, maar dan zou ik de rockies liever wat korter zien. Maar goed, dat is mijn... Ja, nee. Ja, goed. Het is wel een leuke tip. Op zich is het wel een flatterend model, zeg maar. Ja, zeker. Want je krijgt wel een mooie taille van. En verder, ja, ik denk dat dit wel... Iedereen kan dit goed dragen, mm-hmm. zeg maar. Dit. Nou, ik vind het ook echt wel een tip. Want het is, denk ik, dat... Wel ik denk dat, mooi vrouwelijk. En heel veel vrouwen dit wel een leuke jurk vinden. Ja, we zullen het zo even laten zien. Laat het zo zien. We hebben wel weer aan onze kinderen gedacht. Ja, nou ja. Maar dat mag. Zeker. Ja, leuk ding hoor. We zijn weer thuis. Ja, eindelijk. Ze is echt de hele ochtend weg geweest. Ja, maar het was langer dan we dachten. Maar dat kwam ook omdat het gewoon zo groot was. Ja, het was echt groot. Echt veel. En ook echt veel leuke dingen wel gespot. Ja, heel veel leuke kinderkleding ook. Vooral voor de meiden. Meidenkleding, heel erg leuk. Ja. En we hebben ook vooral een beetje voor onze kinderen gekocht. Ja. Hè? Ja. Ik heb voor mezelf die riem. Jij kwam daarmee, je zegt tip. Ja. Nou, meteen mijn hele broek geüpgrade. Ja, echt leuk. En dus ook leuk om over een jurk of zo te doen, hè? Oh ja, natuurlijk. Ja, soms ook van die jurken. Jij had ook wel eens zo'n jurk. Dan zit hier soms zo een beetje elastiek of zo. Klopt. En dan zei ik tegen jou, van, dat vind ik zo mooi. Daar moet je een riem omheen. Nou, dan ga ik meteen nu proberen. Nu heb je echt een hele leuke Leuk. Dat is een leuk idee. Dan ga ik mooi voor die woningkoopbeurs gaan riem omdoen. Dus helemaal top. Dus, en hij was 8 euro en dat vind ik ook voor een riem nog wel... Leuk prijsje. Klein prijsje. Wat had je nog meer? Nou, ik had voor Roos, mijn stoere Roos, heb ik een soort van een jasje van een teddy stof. Ja. En het is eigenlijk een, hij is gevoerd. Hij kan als zomerjas. Ja, het is lekker echt tussenjasje, hè? Tussenjas. Ik denk dat het echt nog best wel warm is, hoor. Ik denk het ook wel. Daarom was hij denk ik ook wat duurder, want hij was 30 euro. Ja. Dus ik denk ook vooral dat het gewoon een beetje een zomerjasje is. Maar voor nu kan die ook wel lekker gewoon als hij open heeft. Dus die heb ik meegenomen ook nog. En voor mijn oudste zoon een hele lekkere trui. Ja. Kijk, hij is bijna 12. Nou, ik vond dit echt no rules. Nou, daar zou hij het ook helemaal mee eens zijn. En hij heeft blond haar en blauw staat hem gewoon hartstikke leuk. En deze trui die was 15 euro. Dus dat vond ik dan weer meevallen. Leuk, ja. Die zou ik ook voorzien wel kunnen hebben. Want ik heb iets voorzien gekocht. Ik zou er heel leuk bij staan. Kijk. Ja. Oh ja.
Kijk, ja. Dit zijn de Puma sneakers. Mm-hmm. En die heb ik ook al eens vaak gehad hoor. Maar die vind ik gewoon echt wel altijd... Wit sneaker vind ik altijd leuk voor de zomer. Mm-hmm. En deze kan je ook echt wel makkelijk schoonmaken. Oh. Ik heb zelf dus echt liever van dit soort sneakers dan die bijvoorbeeld met stof of zo. Maar in een donkere kleur. Maar die vind ik dan zelf minder mooi blijven. Mm-hmm. Dus ik vind witte sneaker gewoon best wel een tip. Okay, nou. En deze zijn €32. Dus dat is ook al een goede prijs vind ik. Ja, dat is ook voor nu hè. Nu het niet meer zo koud is straks. Ja, straks. Voor de zomer. Ja. Hey ho, je vergeet je tas. Oh, ja. Ja. Ja, ik heb dus nooit een tas mee. Dan moet ik altijd weer een tas krijgen. Maar dit is zo'n klein tasje in zo'n klein zakje. Een opvouwtasje. Een opvouwtasje. Ja. Nou, zebra, helemaal hot, hè? Ja, daarom is je. Die moet je gewoon mee hebben. Ja, €2. En ik heb een t-shirtje voor Max meegenomen. Neon. Ook helemaal hot trend van de zomer. Dus ik denk dat dat hem wel heel leuk gaat staan als hij dan straks lekker bruin is. En dan wat witte blonde haar. En dan echt een beetje zo surf doet. Zeker. En die was €5 toch? Die was €8. €8. En dan van de sportafdeling een hardloopshirt. Oh, daar ging ik eigenlijk ook een beetje voor. Mm-hmm. Lange mouwen, want ik heb niet zoveel shirts met lange mouwen. Oh. En, deze die is gewoon wel wat dikker. Dus dat is wel lekker. Dan, Het was een hele grote afdeling ook met sport. Dus als je echt... Ja, en deze was in de aanbieding. Deze was nu 50% korting, dus deze was nu een tientje. Oh. Dus dat is wel een goede tip. En er waren ook allemaal weer leuke nieuwe sportdingen voor de zomer. Zeker. Leuke felle shirts hadden we gezien, hè. Fel roze, fel paars. Nou. Ja, dat was zeker de moeite waard. Ja, dus wel weer leuk. Weer even een andere shop en veel leuke dingen. Dus, leuke verrassende aanrader om eens een keertje gaan kijken. Ja, en dat pak natuurlijk met die stippen. Ja, ja daar was ik eigenlijk wel helemaal weg van. Maar ja, ik twijfelde een beetje over of het mooi zou blijven. Zeg maar. Maar je had al ervaring met dezelfde stof. Ja, en daarom was je aan het twijfelen. Maar ja, ik kan er niks van zeggen natuurlijk. Misschien is het wel gewoon kwalitatief heel goed. Ja. Nou, leuk dat jullie weer keken. En doe een duimpje omhoog als je het leuk vond. Mm-hmm. En benieuwd ook of jullie wel eens bij Bristol komen. Ja, precies. En wat jullie ook gezien hebben in de video. Wat jullie misschien zelf hadden willen hebben. Of wat wij hadden moeten nemen. Laat een reactie achter. Oké, tot volgende keer. Tot volgende keer. Doeg!